Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij Nutteloze Experimenten deel 4. En vandaag gaan we rijden met losse wielbouten. Ze zitten los hoor. Hoppa! De dagteller staat op 0. Ik denk dat we wel afgekloven wielbout hebben. Oeh. Ben jij bang voor de airbag? Dit zint me niks, jongen, die airbag. Nou, weinig spannend eigenlijk. Wat vind jij, Derek? Losser. Ja, nog losser zetten. Ik ga even vertellen hoeveel slagen er vastzitten. 1. 2. Ja. Nou. Zo. Nou, als je er nou niet afvalt, dan weet ik het ook niet meer hoor. Oh, we hebben er eentje uitgehaald. Hij ziet er ook aardig afgevreten uit. Ik denk dat er een wielbout afging. Ik voel ook zware onbalans nou wel. Oh, oh, oh. De grond is opeens dichtbij, hè? Dat is een lage instap, zo. Nou jee, hoe kan dit nou toch gebeuren, hè? Ja, we hebben dus meer dan 8 kilometer moeten rijden voordat de wiel eraf liep. En we hebben het noodlot ook nog een handje moeten helpen. We hebben een paar keer de bout verder losgezet. We hebben er zelfs eentje uitgedraaid. Maar ja, goed, laten we eens even kijken bij het wiel. Zo. Nou, dat viel wel mee. Dat valt alles mee, hè? Ja hoor, de schroefdraad is is nog best oké. Okay. Ja, er zit een deuk in het spatbord. En hij heeft met zijn draagarm even over de grond geschoven. Maar ja. Pff, niks aan de hand. Zo mensen, het wiel zit er weer op. De auto staat weer op de kar. Hey, weet je wat heel belangrijk is? Mocht het nou ooit gebeuren dat je wiel eraf loopt, ga nou niet keihard remmen, want je hebt natuurlijk aan één kant geen wiel meer, dus die kant gaat gewoon schuiven. Ga ook niet proberen scherp te sturen, want dan raak je gegarandeerd in een slip. Drijf gewoon rustig uit en dan kun je dus je wiel weer opzetten, als je hem nog kan vinden. En dan kun je gewoon weer doorrijden. Dus, ja, ik moet wel zeggen ook, het heeft echt lang geduurd voordat hij eraf ging. We hebben hem echt een handje moeten helpen. We hebben hem een paar keer los moeten zetten. We hebben nog bijna 10 kilometer kunnen rijden. Maar hij loopt er dus niet zomaar af. Maar het is wel een stuk beter om hem gewoon vast te zetten. Dus controleer nog een keer je wielbouten voor de zekerheid. Hey, heb jij nou nog een goed idee voor een test? Zet het even in de comments hieronder. En wie weet doen we volgende keer wel jouw test. Hey mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.